Doortje, is mijn hemd bijna klaar? Binnen een half uur moet ik op school zijn. Ja, ja, bijna klaar. Ja, vergeet je mijn broeken niet te wassen? Nee, nee. En als je naar de stad gaat, breng voor mij dan nog eens 12 nieuwe stuts voor mijn shoes mee? Ja, ja. Hier. Ah ja, merci. Ja, is er nog wat appelsap? Ja, in de frigo, hè? Ja, schenk mij eens een glaasje uit, hè? Ik heb ook maar twee handen, hè, Paul? Ja, gelukkig maar, hè. Stel u voor. Oh ja, breng ook nog eens wat massagezalf mee. Ja. Ja, binnen. Hey. Ah. Ah, Bieke. Goedemorgen. Ja, dag Bieke. Goedemorgen. Ja, sorry. Wat kunnen wij voor u doen? Mark zijn broek is kapot. Oh, dat is iets voor Doortje, hè. Hier. Ah, daar zal ik een nieuwe rits moeten insteken, hè. Ja. Ja, ik wou het aan ons ma vragen, maar eer je daar iets van gedaan krijgt. Ja. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, Bieke, zet jij nog niet op je werk? Nee, het is hier familiereunie. Oh. Doortje, kunt jij mijn rokje inkorten? Ik moet met ons Madeleine de jaarmarkt. En ik wil niet dat ze denkt dat ik hetzelfde rokje van vorig jaar draag. Ja, ik zal zien. Hey, Doortje, nog twee paar veters ook. Ja, ja. Ik vind het toch niet erg, Doortje? Ik zou het aan ons Bieke vragen. Maar voordat je daar iets van gedaan krijgt... Wanneer heb ik dat nog gehoord? Bonjour, les amis. Goedemorgen. Doortje, je hebt toch niks te doen, hè? Ik heb hier een bestelling worsten, maar dat je de nieuwe vervaldatum zou moeten opplakken. Doortje, ik wil je niet opjagen, maar ik heb dat rokske wel deze middag nodig. Mark heeft zijn broek nu al nodig. Wat scheelt daaruit? Zijn rits is kapot. Amai, zo de straffen. Ha, Balthazar. Regel het zoals je zelf wilt, als mijn rokske maar eerst af is. Maar nee. Business gaat voor mij gedacht. Oh, amai, is dat hier een surprise party? Nee, allee, het circus is compleet. Carmen, leg jij eens aan Bieken uit dat Doortje mijn rokske eerst moet inkorten. Nee, nee. Eerst mijn rokske kleden. Ja, en ik ben namiddag niet. Stop! Ja, je maakt me hier allemaal zot, hè? Ja, je moest beschaamd zijn. Ja, maar... Zo profiteren van Doortje. Alleen omdat ze geen werk heeft. Hè? Merci, Carmen. Jij begrijpt mij tenminste. Natuurlijk. Doortje was die schouw die voetbaltruikers. Publiek? Ja, maar... Ja, ga er nog aan betaald worden ook? Ja. Zeg, Paul. Mijn keuken is geen duiventil, hè? Maar al dat heen en weer gelopen. Voilà, mijn soufflé is ingestort. Ja. Sorry, Bernard. Als ik Sinterklaas was, dan passeerde ik via de schouw. Maar ja. Zeg, wat kwam dat volk hier eigenlijk allemaal doen? Boch, ze denken allemaal dat Doortje niks meer te doen heeft sinds haar werk kwijt is. Ah ja, ze moet zich zo niet laten doen, hè. Ja. Dat is een voorbeeld, pakt aan mij. Allee, gij. Ah ja, natuurlijk, zeker weten. Ik laat mij niet doen, hè. Allee, pak nu mijn eerste ex-vrouw, Truus. Hm? 'S Ochtends was ik al met haar getrouwd in Las Vegas. In Las Vegas, hè. En 's avonds was ik al van haar gescheiden. Dan was het toch niet dat uw eerste huwelijksnacht tegengevallen was? Nee, natuurlijk niet. Nee, ze begon direct op mijn zenuwen te werken. En het was direct gedaan. Als uw lief u ambeteert, hè, dan is het huwelijksbootje niet weerd. Nu heb je misschien wel ergens gelijk. Doortje die wil altijd iedereen een plezier doen. Ze bijt niet genoeg van zich af. Maar... Voilà, niet van u laten profiteren. De gouden raad van onkel Bernard. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Ja, hé, wat moet ik met die groenten doen? Ah, aan Doortje geven natuurlijk, om schoon te maken. Ze heeft toch niks anders te doen. Je zijt allemaal bedankt. Oh, ik zal het nog wel moeten horen van ons Madeleine. Tja, heb jij dat rokje al eens niet aangehad? Die is een tutebel. In plaats van haar vrienden een beetje te willen helpen. Sommigen onder ons hebben wel iets te doen een hele dag, hè? Maar ik, Carmen. Doortje, hè, die had eigenlijk gelijk. Wij zijn van haar aan het profiteren. Het is allemaal op onze schuld bij gedacht. Als hij Doortje een beetje beter zou variëren in bed, dan zou ze niet zo aan betaald staan. Balthazar, uw manieren. En jij hebt het precies ook eens nodig. Ik vind... Zwijg, bonenstaak. Jij waart er niet bij. Wij moeten Doortje helpen. Maar Paul, wat goede Viagra is en zoet, mijn gedachten. Oh jee, als de mens toch niet mag lachen. Zeg, ik vind... Bieke, hoe gaat jij Doortje helpen? Een shot onder haar gat, dat heeft ze nodig. Bieke, ik vind... Maar ik houd u erbuiten. Doortje heeft meer zelfvertrouwen nodig. Flauwekul, ze is juist goed zoals ze is. Een triestige trezenbeest. Wil ik haar een beetje zelfvertrouwen geven? Durft u? Ik ga mevrouw Pinkers bellen. Huh? Die psychologe, die kan Doortje een beetje assertiviteitstraining geven. Ik dacht dat ze zelfvertrouwen nodig had. Bieke,
Vergeet Doortje niet in te lichten. Heb Paul ook niet meer gedacht. Zeg, ik vind... Allee, Bonenstak, zeg nu eens eindelijk wat dat jij vindt. Ik vind mijn aftrekker niet. Ah. Mevrouw Pinkers. Goedemorgen. Dorothea, is het niet? Ja. Dat is gezellig, zeg. Kom er gezellig bij zitten. Zo. En ga maar liggen. Vertel eens op, wat is er aan de hand met je? Kunnen we niet gewoon... Blijven liggen. De sessie begint vanaf nu. Zo. Vertel me eens over je problemen. Jij wordt overrompeld door mensen die misbruik van je goedheid willen maken, is het niet? Bah, zo erg is het nu ook weer niet, hoor. Zeer juist, ja. Jij wordt enerzijds ondergewaardeerd en anderzijds onderdrukt. Het hangt ervan af hoe Zeer goed, ziet. Ja. En wie onderdrukt jou het meest? Je man. Hij terroriseert je. Zijn libido is gedegenereerd. Hij verlangt seksuele prestaties van je, waarmee je fysiek nog mentaal akkoord kunt gaan. Hij wil dat je vernederend toch sexy en opwindend ondergoed draagt. Maar nee. Nee? Nee. Oh, dat is eigenaardig. Koele echtgenoot. Je bent er toch wel zeker van dat hij van je houdt? Heel zeker. Ja, maar dan moet er toch iemand anders zijn die je leven tot een echte hel maakt. Iemand die geen gelegenheid voorbij laat gaan om je te kleineren, te vernederen en te kraken. Maar nee. Zeg, Dorothea spreekt me niet tegen, hè? Wie denk je wel dat je bent? Sorry. Fout! Je mag je ook weer niet laten doen. Ken je nou niks van therapeutisch werk? Ja, maar zeg... Hela, hela. Niet opstandig worden tegenover je therapeuten, hè? Opnieuw. Wie in jouw omgeving verpest er je leven? Wel, ik heb het meeste last van Carmen, maar... Ah, niet Carmen, die ken ik nog, ja. Een dame met een boezem als de Franse Alpen. Oh, zij beledigt je. Wel, ja, soms... Ja, zij is... vernedert je. Dat gebeurt, dat ze... is dus de kern van het probleem. Kijk, jij beschouwt Carmen als de spil van het universum. Je voelt jezelf een satelliet. En een satelliet draait en draait en draait. En als je draait, ja, dan word je opgewonden. Ja, zo had ik het nog nooit bekeken. Natuurlijk niet. Je bent ook maar een patiënt. Goed, dan gaan we nu beginnen met je onuitgesproken gevoelens weg te werken. Waaraan doet dit jou denken? Een inktvlek. Fout. Dit is, en het begint met car... Caravan? Carmen! Nou, reageer je af tegen deze vrouw die je vernedert. Verscheur ze. Kom, kom. Nee. Verscheuren, zoals een wild dier zijn prooi. Gooi alle paranoïde minderwaardigheid overboord. Zo? Nee, agressiever. Zwier al die opgekropte negatieve energie eruit. Scheur. Ah! Zo zit. Dan gaan we nu bouwen aan je positieve energie. Je mag je door niemand laten doen. Niet door je man. En ook niet door je omgeving. Leven de bevrijding! Wil je dat? Wel, ik denk misschien... Ik moet besluitvaardigheid horen in je antwoord. Wil je dat vooruit? Ja. Ja. Ja! Schitterend. Ik zal zeggen wat je moet doen. Jij kruipt in de huid van Carmen. Van daaruit ga jij groeien totdat de huid barst en dan ben je bevrijd. Dat is de paard van Troje-therapie. Ah. Wie ben je dus? Doortje van Hoek. Nee. Wie ben je dus? Carmen. Meer overtuiging. Carmen. Zeer goed. Einde van de sessie. Top. Dat maakt dan 1500 francs plus 700 francs voor de vernieling van therapeutisch materiaal. Maakt 2200 francs. Wat lief? Voor dat papiertje, jij geldwolf in? Zeer goed. Xavier heeft toch chance met zo'n vrouwke gelijk ik. Sjoeke! Komt u niet slapen? Allee, kom vlug bij je karbelletje, kom. Maar allee, Sjoeke, niet doen. Allee, het is juist spannend. Ik ben toch veel spannender, dat is toch een boek zeker? Ja, dat kan ik niet weten als je me niet laat uitlezen. Maar Ella! Zie jij niet wat ik aan heb? Ja. Wel, vind het niet schoon? Ja.
Krijg ik nu mijn boek terug? Nee, ik zag je. Ik heb warmte nodig. Oh, ja, zeg dat dan. Alsjeblieft, Tjoeke. Merci, Tjoeke. Paul, opstaan. Ik ga het geen twee keer zeggen, hè, de tremmerie. Hoi. Is carnaval misschien? Nee, dat is deel van mijn therapie. Gedaan met de onderdanige slavin. Je ziet er precies uit als Carmen. Dat is de bedoeling. Ja. Is het al zo laat? Ik kom niet meer op tijd op school. Ja, dat komt ervan als je zelf je wekker niet zet. Wat mankeert jij, zeg? Niks. Mevrouw Pinkers heeft gezegd dat ik in de huid van Carmen moest kruipen. Ja, wel, kruip er dan maar op terug uit, hè. Maar ziet je wel? Ze zei nog dat jij mij onderdrukte en ik wilde het niet geloven, hè. Maar dat is toch niet waar? Ik onderdruk het toch helemaal niet? Ik heb totaal geen zin om met Carmen samen te wonen. Dat is dan uw probleem. Wanneer je van school komt, brengt dan dat hier allemaal eens mee? Ja, hey, zeg. En niet tegenspreken, hè? Anders komt je nog te laat. Ja, en waar zijn mijn boterhammen, hè? Hier, ze voor u klaargemaakt. Ja, wat doet jij nu? Maak ze zelf, hè? Ik vraag me af hoe het met Doortje haar therapie is. Oh, dat is allemaal verloren moeite. Eens een tutebel, altijd een tutebel. Niet overdrijven, hè, Carmen. Ja, de waarheid mag geweten worden, hè. Sjoeke, houd eens op met zagen. Wat blijft? Ik bedoel, het heeft geen zin om te klagen. Oh. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb ik iets aan van u misschien? Doortje, hoe ziet jij eruit? Als een echte vrouw. Ja, dat is juist. Oh my, moest ik zoiets ordinairs durven dragen? Breekt mijn gedacht. Ik ben geen stuk vlees uit uw abattoir, meneer. Ja, dat zal u leren, zien, voorzitter. Carmen, ik heb de indruk dat Doortje geen tutebel meer is. Mark, zoiets zegt je toch niet? Doortje, hoe gaat het met de therapie? Oh, heel goed. Ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld. Dat is allemaal niet belangrijk. Zijn die truitjes al gewassen? Als jij wilt dat ze schoon zijn, hè, mevrouw Waterslagers, was ze dan zelf. Je bent al even onbeschoft als Bieke tegen haar ma. Zeg merci, hè. Ja, maar dat is waar, hè, Bieke. Sam, je krijgt nog één kans, hè. Als die truitjes tegen vanavond niet gewassen zijn, hè, dan wat? Doortje, heb jij pillen gepakt? Oh nee, ik ben eindelijk mezelf. En noem mij niet Doortje, dat is een truttennaam. Ik ben Dorothea. En geef me schrap met porto. Ik weet niet wat er in je stom kopje is gevaren, hè? Maar je moet niet denken dat je indruk maakt, hè? Platte vijg! Uw Franse Alpen hebben anders ook al een paar lawines meegemaakt, hè? Je vindt dat plezant? Ja, het is toch waar wat ze zegt, de Sjoeke. Blaast u zo niet op, anders barst uw wonderbra nog. Hoe durfde jij zo te spreken in bijzijn van mijn poelijke? Oh, maar ik kan daartegen. Ik heb het over ons neerroken. Als jij wilt, dan kan ik nog lang zo doorgaan, hoor. Nee, met zo'n soort volk wil ik niks meer te maken hebben. Xavier! Ja, tot straks, hè, Sjoeke. Meekomen, vertekken! Ja, Sjoeke. Tot straks, hè, Doortje. Schoon Rokske, trouwens. School. Ah, blijf maar zitten. Doe maar alsof je thuis bent. Moet jij niet kloppen voordat je binnenkomt? Nee, ik ben toch de huisbaas? Kloppen. Zeg, waar ik eigenlijk voor kom, hè? Zou jij eens rap die groenten willen kuisen, want over 10 minuten opent mijn restaurant. Nee. Hoe nee? Je hebt toch de godganse dag niks te doen? Ik zorg er tenminste voor dat je niet verveelt. Jij bedoelt dat jij van mij wilt profiteren, hè? Juist gelijk al die anderen. Maar die tijden, hè? Die...
Die tijden, hè, die zijn voorbij. Jawel, ik ben blij dat je al een beetje beter voelt. Zeg, maar met die raketslag, hè, dan moet je wel heel, heel voorzichtig mee zijn, want die is enorm gevoelig. Je weet waar dat je hem kunt steken, hè, die raketslag. Wat blief? Zeg, weet jij wel tegen wie dat jij spreekt? Ja, tegen een klein, dik, ambetant, bedweterig ventje. Wat blief? Luister, hè. Ik ben nu een huisbaas en jij moet mij gehoorzamen. Pardon? Gaat jij een weerloze vrouw bedreigen? Hè? Iemand die veel te zwak is om zich te verdedigen? Achterbakse mini-vuurtoren! Doortje, zou jij de deur eens opnieuw willen open doen? Mijn schort zit ertussen. En wat moet je dan doen? Nu niet, ik ben bezig. Sjoeke, Sjoeke, kijk eens. Vind je niet dat hij op Doortje lijkt? Zwijg mij van dat wicht, hè. Trouwens, wat zie jij in dat mens? Ja, ze is knap en levendig. Sjoeke, er is een verschil tussen scheel zien en niet goed zien, hè. Hoe durfde jij die tutebel nog te verdedigen terwijl dat ze mij zo beledigd heeft? Ja, was toch waar, hè, wat ze zei? Wat blief, Abelie, als je ze zo graag ziet, hè, ga er dan bij wonen, bij je tussendoortje. Amok! Oh, Sjoeke overdrijft. Ik overdrijf nooit. En bollen af! Carmen. Hè? Dat brengt je naar de wasserij. En dan haalt je nog een paar keukenrollen, een potje mosterd, een zak diepvriesfritten, 2 kilo mosselen en een buske selderzout. Doortje, ik ben uw slaaf niet, hè? En ik ben uw slavin zeker. En het is Dorothea. Wel, Dorothea, ik ben het beu. Sinds jij begonnen bent met die therapie, doet jij niet anders meer dan snauwen en mij commanderen? Omdat dat de enige manier is waarop dat de mensen mij respecteren. Hallo. En hoe gaat het in ons gelukkig gezinnetje? Slecht. Je hebt van mijn Doortje een monster gemaakt. Ah, dat is goed. Dan werkt de therapie. Ik laat dat zomaar niet gebeuren, hè. Jij hebt er u niet mee te moeien, Paul. Zeer goed, Dorothea. Reken maar af met die typische patriarchale dominantie. Ja, ik ben hier weg. En je moet niet verbaasd zijn als je mij hier niet meer terugziet, hè. Maar Paul... Niet opgeven, Dorothea. Hij zal wel bijdragen. Goed, dan gaan wij nu beginnen met een aantal stellingen te poneren. Jij gaat antwoorden met ja, nee of geen mening. Maar wel je eigen mening geven, hè? Goed. Stelling 1. Mannen moeten vrouwen altijd trakteren. Nee, ik vind niet... Economisch gezien is het juiste antwoord ja. Dat wordt ja dus. Stelling 2. De seksuele toenadering moet altijd bij de man beginnen. Wel, ik vind dat... Lieve God, nee. Nee, dat wordt nee dus. Stelling 3. Zeg, Paul. Nee, zeg, je kunt je Doortje wel wat beter in de hand houden, hè? Zo'n onbeschoft wicht, die is nog erger dan Carmen. Hey, sorry, Bernard, ik ben niet in de stemming. Oeh, heeft hij ook afgesnauwd? Of wel, gooit ze buiten? Ik zou beter die therapeuten buiten smijten. Een therapeute? Oh, maar daar ken ik alles van, hè? Als er één soort vrouwen is waar ik het heen en weer van krijg, dan zijn het toch wel therapeutes? Stelling 72. Het is tijd voor een vrouwelijke eerste minister. Absoluut. Dat is ja dus. Alright, je hebt een perfecte score. Zeg, wil jij daar eens ogenblikkelijk mee ophouden? Met mijn huurster gewoon een deel te maken, jij? Patrice? Bernard? Oh, maar ik had u toch buiten gesmeten in Las Vegas? Wat doet jij dan hier? Dit arme slachtoffer van mannelijke repressie helpen. Nou, kent jij mekaar? Hou je er buiten, wil jij is mijn ex-man. En wat doe jij hier in godsnaam? Ik? Oh, wel, dat is hier mijn eigendom. Is dat juist? Ja, nee of geen mening? Ja. Nou, dan kan ik alleen maar je smaak wat huisbazen betreft betreuren. Bernard is namelijk een vreselijke bedweter. Daarom heb ik hem ook laten staan in Las Vegas. Excuseer, hè? Ik heb u laten staan. Dat geloof je toch zelf niet? Ik hoef dat niet te geloven. Ik weet dat gewoon. En trap het nu eens rap af, kom. Ja, hallo. Trap het zelf af. Zeg, trap het alle twee eens af, hè? Zeer goed, Dorothea. Je maakt enorme vorderingen. Het is het einde van de sessie. Top. Dat maakt 1700 francs. Tegen wie zegt je het, Frans Muizeke? Het was een ongelofelijke nacht. En de morgen ja, achter mij gedacht. Ah, dat is zeker dat we dat nog eens gaan doen. Kijk, ik pak hier al met een agenda. Allee, zeg het eens. Wanneer wilt je het? Carmen, wat doet jij nu, mens? Geen zever. Mijn leven is omzeep. En jij moet mij helpen.
Ah ja? Allee, vertel het dan maar eens tegen onkel Balthazar. Mijn Xavier is verliefd op een ander. Ah, Xavier toch? Wat een... Sperlappen. Ja. Weet je wie die ander is? Ja, het is... Doortje! Oei, oei. Dat is niet alleen een smeerlap, dat is toch een onnozelaar, hoor. Ja, en jij moet mij helpen om hem terug te krijgen. Bon, ik heb dan het goede adres, want ik weet alles over bedriegen. Maar waarom bedriegt een man zijn vrouw? Omdat het een smeerlap is. Ja, dat ook, maar vooral omdat zijn nieuw lief Delft jonger is dan zijn madame. Of omdat zij iets heeft wat zijn madame niet heeft. Dus wat heeft Doortje dat jij niet hebt? Oh. In ieder geval niet meer Franse Alpen. Bij haar is het meer de Belgische kust. Ha, dat is waar, maar dat helpt ons niet voor. Nee, Xavier vindt iets bij Doortje wat hij bij u niet vindt. Onmogelijk. Ja, als je Doortje zou omschrijven, hoe zou je haar noemen? Doortje is een... Trut. Of waar heb je het al gevonden? Hoe? Wil Xavier een trut als vrouw? Ach, niet alle mannen zijn even opgewassen tegen een brok vurige passie, hè? Dus als ik Xavier terug wil, dan moet... Dan moet jij trut worden. Zal dat gaan? Ja, het zal wel moeten, hè? Oh, merci voor uw hulp, meneer Boma. Dat is graag gedaan. Godverdikse profiteur, als je dat nog één keer doet... Ja, maar... Dan breek ik uw arm. Nou. Er is nog veel werk aan die trut, mijn gedacht. Nee, Paul, ik houd niet op met die therapie. Ah, wel, blijf dan weg. Alsof mij dat iets kan schelen. Tiran. Ha. Binnen? Hé, hey, dag Doortje. Ah, Xavier. Ja. Paul is hier niet. En ik denk niet dat hij nog zal terugkomen. Ah ja, maar nee. Ik ben hier niet voor Paul. Ik ben hier voor u. Voor mij? Ja, maar ik dacht dat eerst. Die zijn voor u. Oh, dat is heel vriendelijk. Waaraan heb ik dat verdiend? Oh, zomaar. Allee, ja, gelijk jij Carmen aanpakte in het café, dat... ik had dat nooit in u gezien, dat vellen. Amai. Ja, ik vind dat fantastisch. Er zijn er anders die er niet zo blij mee zijn. Ja, ik wel. Ja, ik vind dat ongelooflijk. Allee, merci. Moet jij een pintje hebben? Ja, graag. Zo. Ja. Weet moet jij ook nog... Jij eerst. Nee, zeg jij maar. Ik dacht er gewoon aan dat het heel lang geleden is dat wij alleen samen zijn geweest. Ja, dat is waar. Tja, Carmen... Ja, zwijg mij van Carmen, hè. Ja, maar Carmen, je hebt gelijk, hè. Dat is niet gemakkelijk om mee samen te leven. Dat geloof ik. Weet je dat ik u daarvoor bewonder? Serieus? Merci. Jij hebt wel meer chance met Paul, hè. Zwijg mij van Paul, hè. Huh? Die een egoïst, die wil dat ik zijn willoos slaafke ben. Oh. Maar ik niet. Ik vind u perfect zo. Allee. Heb je iets te doen vanavond? Ik, nee. Laten we dan samen gaan eten. Dat zal ja. Paul leren. En Carmen. Ja. En omdat ik een vrijgevochten vrouw ben, mocht jij betalen. Merci, Doortje. Carmen? Oh. Wat doet dat standbeeld hier? Waarom zit jij zo raar gekleed? Dat is de heilige Rita, patrones van de hopeloze gevallen. En ik dacht dat je mij zo liever zou zien. Bo. Xavierke, het spijt me dat ik mij zo kwaad gemaakt heb op u. Ja, maar ik ben dat gewoon, hè. Zal ik u een pintje halen, mijn Sjoeke? Nee, dat doe ik zelf wel. Oh, maar ik doe dat met plezier, Sjoeke. Hier, Sjoeke. Merci, tjoet. Ik heb u
zo gemist, hè. En ik voel mij zo hulpeloos onder u. Oh, dat is dan ook de eerste keer. Heb jij nog wat geld, Carmen? Want ik ben platzak. Geld? Oh ja, natuurlijk. Zoveel als je wilt, hè. Hoeveel moet je hebben? Oh, 3000 zal wel genoeg zijn. 3000. Hier, Joker. Merci. Ah ja. Je moet voor mij geen eten maken vandaag, want ik ga dineren met Doortje. Salut. Doortje zal wel bijdraaien. Zo'n braaf meisje. Zo'n dulle griet, ja. Weet je dat ze de telefoon neergooide terwijl ik nog aan het spreken was? Amai. Als Bieke dan met mij moest slapen, hè? Ja, Mark? Dan zou ik ook neerliggen. De porto. Amai, wat een tutebel. Begint jij nu ook al, ja? Carmen, hoe zie jij er nu uit? Dat is mijn ware aard die naar boven komt. Ja, wel, het staat u niet slecht. In ieder geval beter dan Doortje naar nieuwe look. Oh, merci, Paul. Ik wist niet dat jij mij zo apprecieerde. Dat is wat anders dan dat stuk ongeluk van mij. Eigenlijk heb jij gewoon tederheid nodig, hè? Zoals iedereen. Ja, absoluut. Veel. Veel tederheid, ja. Dat Xavier dat nooit heeft ingezien? Oh, het is nooit geen slimme geweest, hè. Weet je dat jij veel beter verdient? Je mag gerust zijn. Mag jij ook, hè, Paul? Oh. Als Xavier niet wil inzien wat voor een fantastische vrouw hij heeft, hè? Laten we dan samen iets gaan eten. Ah ja. Oh, dat is een fantastisch idee, Paul. Ah wel, ik had nooit gedacht dat je zo'n lieve waard. Ja, dat leven is vol verrassingen, hè? Ja. Nou, kom, dan zijn we weg, hè? Ja. Oh ja. Oei, 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 oei. Als wij niks doen, zijn er hier straks twee koppels uiteen. Serieus? De welke? Bernard. Buiten gij, nagel van mijn doodskist. Nou, doe weg dat ding. Kom. Bernard, wij moeten eens praten. Ik heb niks te zeggen tegen iemand die beweert dat Sneeuwwitje een betere film is dan Pinocchio. Nou, ik heb wel iets tegen jou te zeggen. Ik vind het enorm sneu dat er nog zoveel animositeit tussen ons bestaat. Ja, en hoe zou dat komen, denk je? Nou, daar heb ik ook over nagedacht. Als therapeute vind ik het vreselijk dat ik onze relatie nooit goed heb weten krijgen. Ja, onze relatie, hè, die zou geen problemen hebben gehad als jij niet zo'n ontzettende bedweter waart. Nou, alles was nogthans heel mooi begonnen, hè? We waren allebei in Las Vegas, liepen allebei met een zakje patat in onze hand. Friet. Wij in Nederland zeggen patat. Ja, weet je waarom dat ze in Nederland patat zeggen tegen friet? Omdat ze in Nederland geen frieten kunnen bakken. Hier, zeg, dat is een patat. Nou ja, in ieder geval, ik vond het heel gezellig daar in Las Vegas met dat bakje patat. Friet in onze hand. En jij vroeg ineens... Truus wilde bij mij trouwen en jij vroeg... Wanneer? En jij meteen... Vandaag. En... Patat, dezelfde middag waren we getrouwd. Oh, ik vond het zo romantisch, hè? Ik heb me wel vaak afgevraagd of we inderdaad in der tijd niet te overhaast het uitgemaakt hebben. Of ik mij niet vergist heb. Maar ja, ik eigenlijk ook, ja. Nou, zouden we niet gewoon opnieuw kunnen beginnen? Doen alsof we elkaar nog nooit ontmoet hebben. Nou ja, we kunnen proberen, ja. Aangenaam, Truus Pinkers. Bernard Theophile Waterslagers. Oh, wat heb jij mooi haar. Oh, wat heb jij mooie ogen. Truus, jij bent de meest opwindende vrouw die ik ken. Oh, Bernard, jij lekker beest van me. Waar gaan we zitten? Oh, jij mocht kiezen. Ik neem niet zo graag beslissingen. Oh, ja. Dat doet mij ineens denken aan de eerste keer toen dat Paul mij inviteerde. Die had een zigeunerorkestje besteld. Echt romantisch. Oh, ja. De eerste keer dat Carmen en ik paling in het groen zijn gaan eten.
Dat was ook de moeite, zie. Ik kreeg zo'n stuk graat in mijn keel, hè. En Carmen die gaf mij zo een klap op mijn rug dat eruit sprong. Ja, en van dat moment wist ik het. Ik ben verliefd. Dat waren schoon tijden. En nu zijn wij hier samen. Ja, juist. Schoon weer vandaag. Oh ja. Het kan altijd beter natuurlijk. Dat is waar. Ik ga even naar het toilet. Oh, ik niet. Nee. Ja, onze Xavier was heel hevig tijdens ons eerste huwelijksjaar. Ja, ja. Doortje, die is altijd nogal kalm, maar ik heb dat anders wel. Oh. Xavier? Paul, wat doe jij hier met mijn vrouw? Komen eten. Paul apprecieert mij tenminste als vrouw. Ja, maar dat mag niet. Xavier, gaan we bestellen. Paul? Wat doet jij met mijn vriendin, Xavier? Oh, iets komen eten, omdat jij haar toch niet apprecieert. Maar dat is nu waar. Ik apprecieer Doortje enorm. Ja, dat zou het anders niet zeggen. Nu dat je uitgaat met dat verzakt bergmassief. Paul, dat mag daar niet laten zeggen, hè? Doortje, excuseer u. Ja. Nooit. Kom, Xavier, we zijn hier weg, hè? Zeg over, sekstante nonneke. Blijf mijn fieken van mijn vriend of ik doe je een ongeluk. Xavier, laat jij dat zomaar zeggen over mij? Allee, Doortje. Verdedig u. Ja, maar... Carmen kan ook niet verdragen dat je Doortje zo behandelt, hè? Oh, Polleke, trek het u niet aan. Je kent mij, Carmenneke, toch. Oh, zeg, Paul. Het spijt me dat ik u zo slecht behandeld heb. Het is niks, Doortje. Ja, ik was ook verkeerd. Ah, kom. Xavier, hier. Nou, nu ken ik u terug, ze sjoeken. Kom hier, mijn sjoeken. Mannekes, je maakt een grote fout. Ja? Je moet... Nee. Je vergist u van vrouwen. Mensen, ik heb schitterend nieuws. Bernard en ik gaan hertrouwen. Ja, champagne voor iedereen. Okay. Gefeliciteerd, denk ik. En wanneer is de grote dag? Wij trouwen op 21 september. Nee, op 21 mei. Nee, 21 september. Dat is veel romantischer. Nee, maar 21 mei klinkt mooier en bespaart 6 letters op de uitnodiging. 21 september of ik trouw niet? Goed, Bernard, dan trouwen we niet. Bedweter. Onmogelijk mens. Wat ik ooit in jou gezien heb. Ja, en ik dan? Ja, daar ben ik weer juist op tijd aan ontsnapt, hè. En zij aan u? Ja. Zeker weten. Ja.